Bevolking en ruimte, onderwerp van het centraal eindexamen voor 4 MAVO, voor het vak aardrijkskunde. Ik behandel het in 2 delen. Het eerste deel gaat over Nederland, de bevolkingsontwikkeling in Nederland en de Randstad. Kijk ook naar het tweede deel en kijk ook naar mijn andere videolessen. In het boekje wordt Nederland behandeld, Duitsland wordt behandeld en China wordt behandeld. Wel hele verschillende landen. Duitsland is bijvoorbeeld 8,6 keer groter dan Nederland. En China is maar liefst 239 keer groter dan Nederland. Demografie gaat over sociale factoren en in het bijzonder natuurlijk de bevolkingsontwikkeling. De demografische transitie gaan we het even over hebben. We gaan het hebben over de groei van de wereldbevolking, de vergrijzing, jonge mensen, migranten, alles komt aan de orde. Van 1950 tot 2010 is er nog wat veranderd in de leeftijdsopbouw in Nederland. Onderscheid wordt gemaakt tussen 0 en 20 jaar. Dat zijn de mensen die nog studeren, die werken dus nog niet. Mensen boven de 65, die werken niet meer, die zijn met pensioen. En de groep ertussenin, dat zijn de werkenden en die moeten het geld verdienen. En je ziet dat die groep in feite niet heel veel kleiner is geworden in de loop der tijd. Maar de groep jongeren is kleiner geworden en de groep ouderen is groter geworden. En op de lange duur zal deze groep gaan kleiner worden. Dit zal een beetje gelijk blijven. En dit zal groter worden en dan krijg je vergrijzing. Het bevolkingsdiagram van Nederland. 1950, dat is deze zwarte lijn. Die is niet ingekleurd. En je ziet dat er veel kinderen waren geboren net na de oorlog. De babyboom wordt dat genoemd. En het aantal oudere mensen, dat werd dan steeds een stukje minder. Omdat we een groeiende bevolking hadden. Met een positief geboortesaldo. Meer geboortes dan sterfte. En nu, in 2010, zie je dat de babyboom van toen, die zit nu hier. Er is daarna ook nog wel een hoop baby's geboren, zeg maar. Maar zo ongeveer 35 jaar geleden nam dat heel sterk af. En we zitten nu in een soort dalende lijn. Dit aandeel is ook gestegen omdat mensen langer leven. Kijk, dit zijn onze geboortes vanaf 1980 tot ongeveer nu. 180.000, hè, want het gaat altijd maal 1000 en het gaat per jaar. 180.000 per jaar, dat nam hier af, dat nam hier heel sterk toe weer. En hier is het weer aan het afnemen. En dan zou je zeggen dat het aantal geboortes toch hetzelfde is als in 1980. Maar de bevolking is gegroeid. Dus het percentage geboortes op de totale bevolking is gedaald ten opzichte van dat moment. Ik hoop dat je dat begrijpt. Het afnemen van het aantal jonge mensen ten opzichte van de totale bevolking, dat noem je ontgroening. Ontgroening is voor een deel natuurlijk niet gunstig. Je hebt namelijk te minder arbeidskrachten. Maar voor een deel is het ook wat goedkoper omdat onderwijs veel geld kost. Hier zie je het demografisch transitiemodel. Ik ga het even fase voor fase uitleggen. Fase 1. Hier heb je een hoog sterftecijfer. 40 van de 1000 kinderen en volwassenen per jaar gaan dood. Dat is een heel hoog sterftecijfer. Dat is dat zwarte lijntje. En het aantal geboortes is ook hoog. 40 op de 1000 geboortes. Dat is eigenlijk ontzettend hoog. Dan zou je zeggen misschien van niet in elk jaar dat er maar 40 baby's geboren worden op 1000 mensen. Maar je docent zal je uitleggen aan de hand van een simpel voorbeelddorpje, dat het eigenlijk een stuk minder is. En de totale bevolking op dat moment was eigenlijk een stuk minder. En hoe kwam dat nou eigenlijk? Slechte gezondheidszorg leidde tot hoge kindersterfte. Om dat te compenseren, probeerden mensen grote gezinnen te krijgen. In Nederland was dat toen heel gewoon. In ontwikkelingslanden is het nu nog steeds gewoon, omdat je die mensen ook nodig had om je te helpen. En pensioenen bestonden er toen nog niet. En hier zie je de slechte huisvesting, wat natuurlijk ook niet heel erg gezond is. En oorlogen, zoals nu nog steeds in Afrika veel voorkomen. En wij hadden dat in 1880 ook nog heel veel. In de tweede fase van transitie, dan gaat het geboortecijfer blijft hoog, maar het sterftecijfer gaat afnemen. En daardoor wordt het geboorteoverschot, het verschil tussen geboortecijfer en sterftecijfer, wordt veel groter. En daardoor stijgt de totale bevolking. Het komt door betere gezondheidszorg. Het komt ook door de industriële revolutie. 1880 is dan een beetje het begin daarvan. En dan krijgen mensen het beter, krijgen een hoger inkomen, hebben meer te eten. En dan in de derde fase gaat ook het geboortecijfer dalen. Mensen gaan kleinere gezinnen nemen, mensen gaan later kinderen nemen. Vrouwen gaan werken, vrouwen worden geëmancipeerd. Ze zijn niet meer alleen maar thuis om voor de kinderen te zorgen. En daardoor beginnen ze later aan kinderen en nemen ze er minder. Nog steeds is er een verschil tussen geboortecijfer en sterftecijfer, dus de bevolking stijgt nog steeds. Er is ook sprake van ontkerkelijking. De kerk was vroeger, vooral in de katholieke streken, een soort motor van de geboortegroei. Als er al een jaar geen kind was gekomen, kwam de pastoor langs en zei, wordt het niet eens tijd voor een nieuw kind? De ontkerkelijking zorgt ervoor dat het aantal geboortes begint af te nemen in fase 3.
Heel veel ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld China, zitten nog een beetje in die fase. Fase 4 is echt de plek waar wij nu zo ongeveer zitten. Onze bevolking stijgt nog wel, maar de stijging begint sterk af te nemen. Het geboortecijfer begint nog verder te dalen. Het sterftecijfer blijft een beetje gelijk. Geboorteoverschot is er nog wel, maar heel gering. Dus daar zitten we nu in fase 4. Duitsland echter, dat zal je dadelijk zien, zit al wat verder. Die zit al met een verdere daling van het geboortecijfer. Het sterftecijfer daalt niet meer verder. Zou mogelijk kunnen gaan stijgen door al die oude mensen. En de totale bevolking zou dan kunnen gaan dalen. Bij ons voor deze omslag passen ongeveer rond het jaar 2033 verwacht. Maar er is toch ook migratie, het is niet alleen maar geboorte. Nou, dat klopt inderdaad. In de periode 2005-2010 zijn er maar liefst 755.000 migranten naar Nederland gekomen. En dat is eigenlijk vanuit Polen, hè, doordat die bij de Europese Unie kwamen, maar ook gewoon vanuit Duitsland, vanuit België en de rest van de Europese Unie, bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Frankrijk. Turkije is een migratie naar ons toegekomen, de rest van Europa, ik weet niet precies welke landen dat zijn, en overige landen, dat zijn landen van buiten Europa, hè. Denk maar aan Afrika. En natuurlijk onze gebiedsdelen, voormalige gebiedsdelen, is ook al de migratie uit. Nou, dat is best een substantieel aandeel in de Nederlandse bevolking. Deze groep, dat zijn natuurlijk ook meestal de vluchtelingen. En dit zou je ook seizoensmigranten kunnen noemen. Wat verwachten we nou in de komende jaren? 2010, kijk, we gaan naar 2050 toe. We verwachten dat de totale bevolkingsgroei verder gaat dalen. Maar dat hier een kentering optreedt. En hoe komt dat nou? Omdat er natuurlijk een bevolkingsgroei begint af te nemen. Sterftecijfer zal hoger komen te liggen als het geboortecijfer. Maar wat is dit voor getal? Dit is de zogenaamde sociale bevolkingsgroei. Dat is eigenlijk de migratie. Mensen vinden Nederland een prima land, denken dat het hier veilig is, wat ook zo is. Dat mensen goed voor elkaar zorgen, wat op zekere hoogte ook waar is. En daarom willen mensen graag naar Nederland komen. En is dat gunstig of is dat ongunstig? Sommige mensen zullen zeggen dat willen we helemaal niet hebben. Een beetje de extreemrechtse partijen. Maar in werkelijkheid komt het ons heel goed uit. Want we hebben een dalende bevolking. Er moet voor onze oudere mensen gezorgd worden. En we moeten onze industrie en dienstensector aan de praat houden. Dus sociale bevolkingsgroei, migratie en dergelijke zou helemaal niet zo gek zijn. En er zijn regio's in Nederland waar het echt heel hard nodig is. Noordoost-Groningen, het zuiden van Zeeland en Limburg en bepaalde delen van Gelderland. Die hebben te maken met krimp. Dat is heel vervelend om krimp te hebben. Je hebt geen werknemers meer, winkels moeten sluiten, huizen komen leeg te staan. Niemand wil krimp. Dus met andere woorden, migratie zou naar deze streken de mensen eigenlijk heel erg goed uitkomen. De grote steden, de Randstad, daar zie je van, daar zit nog steeds een groei. Dat is nog steeds aantrekkelijk om te wonen. Niet zozeer aantrekkelijk wonen, want dat valt reuze tegen. Dat kan je veel beter in dit soort streken doen. Maar er is gewoon werk. Winkels in dit soort gebieden komen onder de drempelwaarde terecht. Hun verzorgingsgebied is niet groot genoeg. Er wonen niet genoeg mensen. En dan gaan de voorzieningen gaan achteruit. Nou, in de loop der jaren is er heel veel veranderd in de huisvesting van mensen. Dit is de Randstad, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Almere wordt er tegenwoordig ook bijgerekend. Utrecht natuurlijk altijd al. Mensen zijn veel meer gaan forensen. Ze wonen bijvoorbeeld in Zoetermeer, maar ze werken in Den Haag. Dat leidt tot de toename van gebruik van het openbaar vervoer, maar het leidt vooral tot filevorming. En dat noem je ook wel met een duur woord, congestie. We hebben nog een kans gezien om het midden van de Randstad nog een beetje groen te houden. Niet zozeer dat het allemaal natuur is, maar het zijn weilanden. In ieder geval is er wat frisse lucht. Je kan er wat water kwijt. Kijk maar naar de video water. En dat hebben we gelukkig nog. Nou, er zijn ook golven geweest binnen de stad zelf. Hè. Suburbanisatie. Men ging vooral buiten de stad wonen. Zoetermeer is daar een voorbeeld van. Tegenwoordig is de stad weer in trek. Dat heet reurbanisatie. En zo ontstaan er dus ook agglomeraties. De agglomeratie Den Haag, de agglomeratie Rotterdam. En alle grote en kleine kernen samen. Dat noem je eigenlijk een agglomeratie. Dit noem je natuurlijk stedelijke gebieden en zo'n hele Randstad kan je een stedelijke zone noemen. Er zijn wel eens conflicten wat ruimte betreft. Hè? Hier zie je bijvoorbeeld Schiphol, dat is een mooie kaart met de geluidsoverlast rondom Schiphol. En je ziet dat dat wel een beetje zo is neergelegd dat het niet heel direct Amsterdam, Haarlem, Zaandam of de steden daaromheen treft. Maar er zijn kleinere dorpjes die er wel degelijk heel veel last van hebben. En mensen worden daar echt ziek van, hè? Je moet dat niet onderschatten. De opbrengsten van Schiphol zijn gigantisch, maar tegelijkertijd is de gezondheidsschade
voor sommige mensen ook echt heel erg zwaar. Het is niet alleen maar Schiphol zelf, maar dat trekt ook allemaal verkeer naartoe. Het is niet alleen geluid, maar het is ook luchtvervuiling. Kortom, het heeft wel een prijs. Nou, het beleid, hè, dus de regering heeft bepaalde dingen gewild. En in feite hebben we ervoor gekozen om meerdere kernen, hier zie je ze, met bevolkingsgrootte, een meer kernenbeleid te voeren. We hadden kunnen zeggen, Amsterdam moet heel groot worden en de rest van de Randstad moet gewoon leeg blijven. Dat hebben we niet gedaan. In feite hebben we ook niet zo heel erg veel gedaan. De dorpen wilden allemaal heel graag groeien. Daar kregen ze ook meer inkomsten van. Dus uiteindelijk hebben we een meer kernenbeleid gevoerd. Dat heeft wel problemen opgeleverd in de grote steden. Die waren een beetje aan het verpauperen. De armere mensen bleven achter in de stad. De rijkere mensen trokken weg. Bepaalde huizen zijn niet meer goed genoeg. De leefbaarheid ging achteruit. Het vervuilde een beetje. Er kwam wat criminaliteit. Daar wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Door buurtvaders, door meer politie op straat. Maar ook door nieuwe huizen te bouwen die beter zijn dan een oude huis. De invloed van de Randstad gaat veel verder dan de Randstad zelf. Hè. Ook buiten de Randstad, hier richting België, Antwerpen en de rest van Nederland, is eigenlijk heel erg groot. Het trekt ook mensen aan. Dat was het voor nu. Dit was het eerste deel. Kijk nu ook naar het tweede deel.